vandaag in het getroffen kinderdagverblijf en verdeelde de slachtoffers over de verschillende ziekenhuizen. Dokter Ignas de Meijer. Vanmorgen stapte een man met verschillende messen op zak de crèche naar binnen. Hij ging wild tekeer en verwondde zowel personeelsleden als baby's. En dan ben ik ter plaatse gegaan met medische teams. U bent daar naartoe gegaan? Ja. Wat trof u daaraan? Ja, hoe moet je dat beschrijven? Een bloedbad. Kinderen zijn zeer zwaar toegetakeld geweest. Heeft u de dader nog getroffen? Later? Ja, ik heb de dader inderdaad later getroffen. Eigenlijk op verzoek van de procureur. Als die man zo'n bloedbad heeft aangericht, zal hij misschien ook wel gekwetst zijn. En om te kijken of hij naar het ziekenhuis moest of wel naar, laten we zeggen, naar het parket. Zijn er nog kinderen in levensgevaar? Nee. Ik denk dat rond een uur of vijf we konden beslissen dat alle kinderen uit levensgevaar waren. Er zijn op de meeste plaatsen eigenlijk al plastische chirurgen aan de gang geweest van in het begin. Vandaag al? Ja, dus ze zijn al op de operatietafel bij het binnenkomen eigenlijk door plastische chirurgen gehecht geweest. Nu, ik moet zeggen dat we ongelooflijk geholpen geweest zijn door de verschillende diensten, sociale interventies, zowel van het Rode Kruis als van de politie. Die zeer goed de tijd hebben opgevuld met de ouders van die kinderen, vooraleer dat wij konden zeggen waar hun kind naartoe was. Want je moet toch rekenen dat dat toch een 2 tot 3 uur geduurd heeft. Dat die ouders in onzekerheid waren? Ja, eigenlijk wel. Zijn passie voor het regenwoud zorgt ervoor dat hij in Brazilië werd gearresteerd. Bioloog Mark van Roosmalen. Ik heb 2 volle maanden in de gevangenis gezeten. Op verdenking van biopiraterij. Ja. En wat is dat voor misdaad? Dat weet niemand. Dat staat zelfs niet in de wet. Zei dat het dus die enorme kooi die ik in mijn achtertuin had met een heleboel apen en zo, waar de hele stad naar kwam kijken, gratis met hun kinderen, dat een soort doorvoerhaven was om wolapen en slingapen en onder andere artis te verkopen. Ja. Heeft u ooit een aap verkocht? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, ik ging alleen maar apen op. En ik probeerde ze dus te socialiseren eerst. En dan als sociale groep terug te zetten in het oerwoud. En die aap die weet het eigenlijk al. Ja. Die snoert mijn mond. Die zegt van, hou je mond. Wat mag en u dat, niet zeggen? Omdat ik dus publiceerde en een apen vond en andere grote zoogdieren in een gebied waar bepaalde politici en hun rijke families en grootgrondbezitters, dat gebied waar ik ze vond, eigenlijk tot een werelderfgoedreservaat betiteld moest worden. En zij wilden het verbouwen? Eigenlijk het hele bos ook omzetten in soja. En nu dus recentelijk suikerriet om biodiesel van te maken. Die vijand had u ook dood kunnen schieten, of niet? Ja, ik denk dat ik er net iets te bekend voor was geworden. Onder het hoofdstukje lichaamstaal slaat hij met zijn hand tegen zijn ene oor oppassen geblazen. Slaat hij met beide handen tegen beide oren achterwaarts de kamer verlaten. Ja, dat schijnt wel te kloppen. Ik heb het zelf nooit in de gaten. Kijk, als ik het een beetje leuk heb hier, ja, dan ziet hij het. Ik vind het zo fijn dat u hier bent. Dan, ja, dat is het. Ja. Leefbaar was natuurlijk de partij van Pim Fortuyn. Ja, absoluut. De partij tegen regenten. En als er nou iemand een vleesgeworden regent was... Zijn men, ja. Ja. Dan gaat u verder. Ja. Ja. Dan was u dat. Zijn ja. Natuurlijk ben ik ook wel een beetje een regent altijd geweest. En ik wil graag dingen voor elkaar krijgen. Maar ik ben niet een regent, absoluut niet, zo herken ik me niet, die in de vervelende betekenis van dat woord van arrogant, afstandelijk. Ik heb juist dat vak gekozen omdat ik tussen de mensen wou staan. De Stille Mars in Rotterdam. Een tocht waarmee zo'n 15.000 mensen Pim Fortuyn herdachten. We hebben het stadhuis opengegooid. We hebben condoleanceregisters neergezet. En het is uit het hele land is men continu binnengekomen. En dat was een geweldige emotie, zo waren dat. In uw stad Rotterdam is morgen de première van een film Oogverblindend. En daarin speelt Georgina de hoofdrol. Het is een film voor mensen die... Ja? Hoe ga je dat netjes zeggen? Die spanning kunnen voelen van die vrouw op dat appartement, die dat appartement niet af wil komen. Iedereen zou moeten kunnen voelen, toch, als het goed gemaakt is? Nou, laten we eerst even naar het fragmentje kijken. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. I'm a passionate young woman.
I want to enjoy life. Dit is dan net zo'n stukje uit de film dat zo weinig zegt over de film zelf. Dat vind ik. Leg dan maar uit waar de film over gaat. Oké, ga ik doen. Ja, moet ik dat doen? Ja, okay. In drie zinnen. In drie zinnen. Het is een jonge vrouw in haar appartement opgesloten, bang voor de buitenwereld. Er zitten heel veel komma's in deze zinnen, dus dan weet je wat. Opgesloten omdat ze bang is van de invloeden van buiten, dingen die op haar afkomen. Raakt in gesprek met iemand die eigenlijk iemand anders wil hebben, die in het appartement woont. Rutger Hauer, een man die eigenlijk het einde aan zijn leven wil maken. Een chirurg in Argentinië. Schuldig over, ja. En zo raken zij in gesprek en hebben zij het over het leed in de wereld. Ik wil nog heel eventjes zeggen dat ik overmorgen in de doelen sta met de vreemde vogel. Dat is met het Rotterdamse Philharmonisch en er zijn nog kaarten.